income, and then it added more. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Walter van Walter Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag. Nou, ik ben even thuis, want ik moet dadelijk weer terug naar het werk toe. En ik was even met de was bezig. Dus hier was ik mee aan de gang. Dus ik ga even voelen wat droog is en dat soort dingen allemaal. Dus ja goed, ik krijg weer een drukke periode. En dan kan het wel eens zijn dat er wat minder vlogs zijn. Maar niet getreurd, het komt allemaal uiteindelijk toch wel weer goed. En op zijn pootjes wel weer terecht. Dus in ieder geval, blijf gezellig even kijken. Wat ik laat zien, dus, dat is super. Dus ja goed, en dan gaan we het zien vandaag hoe het gaat lopen. Dus in ieder geval, dat is dat. Ik ga even navoelen en dan ja... Ik hoop dat jullie gisteren ook trouwens genoten hebben van de vlog. Dus wij van de hele dag trouwens ook dat. En ja goed, Daan is weer naar school. Want de herfstvakantie is helaas weer om. En Linda is ook weer werken. Dus ja goed, dat is dat. En dan ga ik daar even mee bezig zijn. Dus in ieder geval, yes. Zo, ik ben even een tijdje verhaal. En ik heb de strijk wat droog was. Weggestreken en hier is de vouw en het tafelkleed heb ik en wat hier nog hangt dat is nog niet helemaal droog, maar ik laat het gewoon even staan en dan kan ik daar misschien eventueel strakjes ja als ik klaar ben, want even terugkomen, ja goed, ik heb veel werk, maar ja goed, ik heb ook pauze en wat ik in mijn pauze doe moet ik allemaal zelf weten, dus ja, en dan denk ik van ja goh, kan ik even wat strijken, oké, prima, dan doe ik dat gewoon. Dus maar ik ga even dat opruimen en dan zien jullie het zo. Zo, heb ik mijn handen weer. Dus ja, dat is dat. En ik wil even eten gaan maken. Dus even, denk even een tostje of zoiets. We zien het wel, dus. Ja, want hier liggen ook allemaal rotsen dat moet weg. En ja, goed. Tafel moet ook nog, ga ik dadelijk in eten. Dus in ieder geval, dat is dat. En dan zien jullie mij. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Zo, ik heb de tosti al zover klaar. Dus ik ben op wacht tot hij warm is. En dan is alles al goed. Ja, en morgen is het al 1 november. Het schiet al op voor het einde van het jaar. Dus de laatste 2 maanden van het jaar gaan er in. En dat is dan ook wel weer fijn. Dus ja, eer deze vlog online is, is het al 1 november al geweest. Dus, maar goed, dat is tot daar en toe. Ja, Daan is weer naar school, wat ik al zei. En Linda is weer werken. Dus we zitten helemaal weer lekker in het ritme. Dus ja, goed. Ik ga dadelijk terug als ik heb gegeten. En dan, ja. En dan gaan we het nogmaals eens zien. Dus in ieder geval, dat is dat. Ik ga dadelijk heerlijk lekker lunchen. En ja, en dan even kijken hoe het vat. Yes, dan weten jullie dat. Zo, ik had jullie even op tafel neergelegd. Dus ja, tosti is klaar. Dus ik ga heerlijk lekker even lunchen en wel. En dan, ja. En dan kunnen we weer aan de slag vandaag. Dus ja goed, het is de laatste 2 maanden, ja. Er was eigenlijk werk binnengekomen, of nee, ik zeg het fout. Er zou eigenlijk geen werk binnenkomen, maar op een of andere manier is er toch werk binnengekomen. Dus, maar ja goed, werk is werk en dan gaan we straks even terug. Dus ja, dat gaan we even doen. Ik ga even lekker lunchen en dan komt alles in orde. Zo, ik ben klaar met de lunch en wel, dus... ga ik die heel even opruimen. Zo, dan wil ik heel even naar boven gaan, want ik had mijn trui even uitgedaan. En wel, dus ja, dat ga ik heel even doen. En dan is het schoenen aan. En dan is het op naar het werk toe. Yes! Dus dan ga ik bij deze, ga ik dan even zeggen van tot strakjes dan. Ja, jullie zien het dadelijk gelijk. En dan, ja... moet ik helaas weer terug en ja,
Kijk, ik heb de bed heb ik ook zover heb ik opgemaakt. Want ik had toch even tijd. En hier ook even het bed opgemaakt. Dames, dat was weer verzorgd afgelopen zaterdag. Dus het is allemaal wel weer picobello in orde. En dan ja. Helaas moet ik weer aan de slag. Dus in ieder geval, dan zie je mij strakjes. En dan dikke duim. Yes, dus oké, tot strakjes. Zoals jullie zien ben ik weer thuis aangekomen. Ik ben wat bezweet en wel van het werken. Dus ik heb het zweet op mijn kop staan. En Linda is ook weer thuis. En Daan is ook weer thuis. Daan heeft een vriendje over de vloer. En de was die staat nog hier. Dus die wil ik heel even na gaan voelen of het droog is. En als het droog is, dan begin ik alvast met strijken. En ja, voor vandaag hebben we het erop zitten. Dus ja, goed. Ik neem jullie dadelijk ook mee met het eten maken. En morgen is ook nog een beetje druk. Moet ik even kijken hoe of wat. Maar geen nood. Het komt allemaal wel goed. Dus in ieder geval. Ik zit nog even. Ik ben blij dat ik even zit vandaag. En nou. Jullie weten wat ik bedoel. En dan, ja goed, dan ga ik zo meteen daaraan beginnen en dan is het ook weer klaar voor dadelijk. En dan kunnen we dadelijk heerlijk eten maken. Wat we eten zien jullie dadelijk. En dan, ja. En dan komt het allemaal in orde. Zo, zoals jullie zien heb ik alles en wel opgeruimd. Dan is dat ook weer weg, dus ik ben weer een beetje bijgekomen. En dat is weer ook allemaal opgeruimd. Linda is zich hier boven douchen en ik ga nou naar beneden. Linda is aan het douchen. En Daan heeft een vriendje hier over de vloer. Dus ik ga alvast beginnen met eten maken. Dan zijn we daar ook een beetje op tijd mee. En dan kunnen we ook een beetje rustig van de avond hebben. Dus ik ga nou naar beneden even kijken hoe of wat. En dan zien jullie het vanzelf wel. Nou, ben ik beneden. Hij heeft een vriendje hier over de vloer. Oh ja, en gisteren waren we bij The Worm en dan had hij meegenomen, die tak. En nog een ik weet niet hoe dat heet. En deze lijken net aardbeids, maar schijnbaar is dat een bloem. Ik weet niet wat, maar hij vond dat leuk om mee te nemen, dus... Ja, goed. En hij was YouTube aan het kijken, dus ja, altijd wat. Ja, dat is dat. Zo, ik heb de aardappelen gepakt, want we eten vandaag aardappelen. En we eten worstjes en wat voor groentje, dat weet ik nog niet, dat... Dat kijken we dadelijk wel even. Maar ik ga eerst even aardappelen schillen. Dan is dat dadelijk ook weer klaar. Ja, en dan zit de dag nogmaals erop voor vandaag. Dus de kop is straf, zullen we maar zeggen. En ja goed, morgen gaan we weer gewoon weer verder. Dus ja goed. Dat is dat, ja. De jongens zijn achterom aan het spelen. Zo. De groente komt dadelijk al even, dus allemaal picobello. En prima, wou ik zeggen. Zo, ik heb de aardappeltjes heb ik geschild en wel, dus die heb ik opstaan en we eten die worstjes en rode kool eten we vandaag, dus lekker! Yes, dus die ga ik daar even mee aan de slag. Zo.
Zo. Yes. Alles komt goed. Ja. Zo. Straks een plastic. Dat is dat. Pannenlapjes pakken. Nou, de nesten was ook alweer weg, gelukkig. Dan kan dit. Op een klein pitje kan het dan warm worden. Oh, en even voor de kat uitleggen. Nat voor. Dat komt ook allemaal prima in orde. Daar is de kat. Die wordt dadelijk verzorgd. Nou, ik heb hem hier op een klein petje staan. Dan scheelt het weer aan de kosten. Ja. Ik heb mijn handen gewassen, dus doe ik ze even zo erin. En dan kunnen we vandaag lekker op tijd koken vandaag. Ja. Die rotzooi hebben we dadelijk op. En zo te zien, het is net 4 uur geweest. Het is wel lekker een keer op tijd op de maandag. Ja, Linda heeft zich al gedoucht. Ik moet er nog douchen. Maar dat komt dan strakjes allemaal. Ja, goed. Dan gaan we lekker weer aardappelen koken. Heerlijk. Ik heb er weer zin in. Aardappels te eten. Maar meestal als je dan 3 dagen van die lekkere dingen hebt gegeten, dan vind ik persoonlijk het lekker om weer aardappelen te koken. Dus ja, goed. Iemand gaf me ook een tip met aardappelen koken. Ja, doe een pan erop of een deksel. Dat kan ik wel even doen. En dan doe ik zo de deksel erop. En dan kan dat, is dat dadelijk ook vlug klaar. En dan had hij eigenlijk geadviseerd als het kookt dan even wat zachter zetten, want het wordt dadelijk zo warm. Dus ja, ik laat hem even hoog staan. Die even omdraaien. Ik wil even een bord even pakken. Zo, dat is het bord. Ja, die zijn Enzo Knol aan het kijken, die twee heren. Die twee heren van het goede leven. Hè? Dan heeft het heel leuk op school gehad. Dus hij heeft de dag ook alweer om. Ja, ik kon hem vandaag niet halen. Want ik had extra werk. Dus ja, goed. Dat is dat zo. En dat is wat ik al in de beschrijving aangaf. Sommige vlogs kunnen wat langer zijn als de andere vlogs. Maar niet getreurd, dan probeer ik gewoon in het weekend wat extra te vloggen. Door zo te combineren. Dus ja, goed. Ik heb de deksel erop. Je wordt wel heet. Heet. De worstjes zijn aan het bakken. En de rode kool heb ik op het kleinste pitje van het kast van huis. Dus dat laat ik ook nog even staan. Dan kan ik wel. Wacht even. Dan ga ik deze kleine pakken. En dan scheelt het weer. Ja, en zo koken we lekker op de kamer. Zo, zetten we dat even zachtjes.
Dat is eigenlijk al bijna klaar. Ja, goed. Ik heb het hier op het kleinste pit heb ik het even gezet, dus die ga ik nou ook laag zetten. Dit kan warm worden. Oh, niet er verder overheen. Dus ja, goed. En dan zo de aardappel. Dan ga ik heel even de tafel dekken en wel. En dan is het ook zo gebeurd. Zo, ik ben even een tijdje verder aan. Het eten is nog bezig. Ja, goed, dit kijk je dan. Maar dat is ook goed, dus wel goed laten zien. Dus die moet ik nog een keer opdraaien. Ik heb hier een beetje, heb ik zover opgeruimd dan wel. Ja, dat moet nog in de vaat, maar dat doen we straks. Hier de rotzooi wat hier lag, heb ik opgeruimd. Ik heb de doos even naar binnen gehaald. Want aanstaande donderdag komt het papier en het plastic wordt dan weer opgehaald. Dan is dat ook weer schoon. Dus, en volgende week dinsdag komt de groene container, dus ja goed, dat is dat. Ook af en toe in de groente roeren. En het vlees ook omdraaien. Kijk eens. Af en toe een beetje hoog, dat mag wel. Nou, dat zijn de aardappelen. En dan af en toe is ook even zo. Kijk eens. En dan bijna klaar. En dankjewel voor de tip. Want ja, goed, ik heb het vroeger wel eens gedaan, maar ik heb er heel lang niet meer aan gedacht. Dus ja, en de tafel heb ik ook gedekt. En ik moet de stal even afsluiten. Even afsluiten. Ja, 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 ja. Zo. De worst heb ik even wat hoger gezet. En dat is allemaal klaar. Dus in ieder geval. Oh, vind ik bijna. De sleutels even opruimen. En wel heel erg met papier. Even papier opruimen. Zo, alles in de doos. Alles opsparen qua papier. En dan doen we ook weer aan het milieu. Want dan ligt het ook niet in de struiken. Ja, in de natuur ligt het dan niet. Dus, nee, goed. Dat is dat. Het eten is bijna klaar. En dan kunnen we zo heerlijk gaan. Eten. Yes. Ja. Zo. Aardappelen zijn ook. Dus dan ga ik heel even de jus even maken. Dus ik ga er even mee garen. Kan ik jullie dat ook even laten zien? Ik pak de cellofaan. Ik ga toch jullie even een stukje naar beneden zetten. Dan kunnen jullie ook zien wat ik doe, hè? In ieder geval, ik ga heel even jus maken. Leg dit vlees op een bord met keukenrol. Doe ik dat. Doe ik meestal. Hop. Doe ik het zo. Hopla. Dan blijft het ook nog warm. Het eten. En dan een kleine stukje hier zo. Hopla. Ja, en dan ga ik even jus maken, een beetje omspoelen. Dat doe ik wel altijd.
te veel water, want anders worden ze te dun. Ja, ik heb die riem heb ik hier zitten. Die gaat iedere keer gaat die los. Nee. Ja, goed. Dat heb je wel eens, hè? Zo, dat is dat. Even weggooien. Zo. En dan kunnen we daar heerlijk lekker eten. Dus. Even pakken. Even jullie. Dat ging wel fout. Ik ga hier even de jus maken. Kijk, het vlees dat zit onder de cellofaan. De groenten moet ik nog een keer even roeren en de aardappelen zijn ook klaar. Dus ik ga er heel even mee verder. En dan kunnen we zo gaan eten. Zo, het eten staat niet meer op het gastenhuis. Want... de vriendjes zijn ook naar huis, of de vriendje, en het eten staat heerlijk hier op tafel. Dus wij gaan heerlijk eten, dan eens even dat vriendje naar huis brengen, want die woont toch hier, hiervoor. Dus, en dan komt hij zo weer hierheen. Dus in ieder geval, die hebben hier een soort experiment gedaan met ijsklontjes. Maar ja, goed, het is meer knoeierij als wat anders. Dus ja, goed, wij gaan heerlijk eten. En dan zie je ons dadelijk. Zo, wij zijn klaar met eten. Het begint al langzaam donker te worden. Dus moet je kijken, is het net 5 uur geweest? En het gaat naar de donkere dag op aan. Maar ja, goed, het is nog 1,5 maand. En dan, dan heb je de kortste dag. Dus ja. In ieder geval, dat is dat. Wij gaan hier afruimen nogmaals. De kat probeert te snoepen. Ja, ik ben af van jong. Ja, dus in ieder geval, dat is dat. En dan, ja. Daan is even nog buiten spelen, dus die komt dadelijk weer. Dus dat is allemaal in orde. En wel, dus dat gaan we eerst even doen. En dan zie ik jullie. Zo, yes. Zo, we zijn even een tijdje verder. En de rolletjes zijn al dicht, want het begint al schemerig te worden. Ik heb tafel afgeruimd. Linda zit heerlijk even nog na te genieten. En ik heb de aanrecht helemaal schoongemaakt. Alleen, ja goed, ik heb de koffie en zo allemaal klaargezet. Alleen, dat lag nog in de vaat. Dus in ieder geval, Daan is nog niet thuis, maar die ga ik zo halen. Want hij is op de opvang, is hij daar aan het spelen. Dus ja, dan ga ik daar heel even naartoe. En dan is het langzaam de vlog dan afsluiten. Yes, oké. Gaan we van thuis Daan halen. Daan is beneden. Ik ben even boven gaan staan. Want ik wil me dadelijk even lekker fris gaan douchen. En lekker de pyjama aan. Dus ja goed. Dat is dat. Dan gaan we dadelijk heerlijk lekker douchen. Wat ik al zei. Dus ik ga heel even terug naar beneden. Nou, Daan is ook weer thuis. Linda ook. Dus ik ga naar boven toe. Ik was al eigenlijk boven. Maar goed. Dus ik ga dat doen en dan gaan we de vlog dan langzaam afsluiten. Want ja, het is weer mooi geweest voor vandaag. We hebben hard gewerkt allemaal. En Daan heeft heel goed geleerd. En ik ga even zitten bij de hamster. Daar is die. Daar is de hamster. Ja. Ik zat aan mijn hand te snuffelen. Ik zo. Ik. Oeh. Hij zei bijna hap, zei hij. Maar ja, goed. Oeh. Heb je een koudje, jong? Hij was een beetje het niezen. Nee, dat kan niet. Ja, maar goed, in ieder geval, laat even een leuke reactie achter deze vlog. Zou we hartstikke leuk en fijn vinden. Met de hamster op de achtergrond, daar zit hij. Daar zit hij. En dan ga ik bij deze de vlog nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En dan zien we ons de volgende vlogs weer.
En dan wens ik iedereen een hele fijne avond, middag of ochtend toe. Wanneer je het ook kijkt. In ieder geval hartelijk dank voor het kijken naar deze vlog. En wat zeg jij dan, hamster? De hamster zegt ook ja, fijne avond toegewenst. Hij heeft net in mijn oor gefluisterd. Dus ja goed, dat is dat. Ik ga me heerlijk douchen. Daar moet zich ook nog lekker douchen. En dan gaan we lekker voor de buis hangen. En dan zien we ons de volgende vlog. Allee, morgen heb ik het ook nog een beetje druk. Moet ik even kijken hoe het gaat met vloggen. Maar ik ging niet getreurd. Het komt altijd alles goed. Yes, dus in ieder geval tot later. Zeg je dan tegen de kijkers? Doei! Doei!